En welkom weer bij een aflevering van Alfa Audio. We hebben vandaag de NuForce B38 B3B whatever draadloze in-ears uh, voor ja, telefoons zonder uh, -telefoon aansluiting. En dat is een trend. Natuurlijk iPhone, Apple iPhone heeft het niet meer. Je kan alleen nog of via de lightning port of via Bluetooth. Nou, NuForce dacht, hey, top. Wij maken gewoon een draadloos setje ineers. en die noemen ze dus de Newforce B38, B B3B. We noemen hem wel de Newforce Henk. Uh, het is gewoon niet uit te spreken, klaar. Deze uh, ineertjes kosten rond de 150 euro, zijn compleet draadloos, dus je hebt echt één unitje voor links en een unitje voor rechts. Zit een magnetisch in het doosje, dat gaan we zo laten zien. En ja. Ze zitten ook stevig, zoals je ziet. Paren van die dingen gaat vrij makkelijk. De linker unit is de master unit. Dan nou, druk je hem 4 seconden in, dan gaat hij in pairing mode. Dat zegt ze ook. Het is een vrouw die in je oor spreekt. Of je ervan houdt of niet, dat is een andere zaak. Maar ze zegt dus pairing mode. Dan kan je een pair met je telefoon. Dat gaat gewoon door op de, in de Bluetooth-settings op de Nuforce-Hank te drukken. En dan is hij gepaard. Punt is alleen, rechts moet je ook nog aanzetten, anders heb je één kanaal muziek. Vonden wij een beetje gek in het begin. Aan de andere kant, ja, het is ook wel weer logisch, want dit ding is natuurlijk een onafhankelijke unit die je ook aan moet zetten om muziek te kunnen spelen. Dus maar ja, misschien is het handig geweest dat deze standaard in een soort standby mode staat, waardoor hij gewoon ook aanspringt op het moment dat de linker unit gepaard is en muziek speelt. Ja, in dagelijks gebruik is het natuurlijk fantastisch dat je geen draadje meer hebt. Je kan gewoon rondlopen met je hoofd zwaaien. Uh, je hebt geen draadjes die ergens achter kunnen hangen. Ja, dat is prettig. Aan de andere kant, je hebt weer een radio letterlijk in je hoofd geduwd. Ik vind het persoonlijk geen fijn gevoel dat ik een Bluetooth-radio in mijn oor heb zitten. Het is gewoon misschien paranoïde, maar ik heb liever geen straling in mijn hoofd. Um, Daarbij merk ik dat de ruisniveaus van deze een stuk hoger zijn dan van een setje in met draadje of een grotere hoofdtelefoon met een draad. Uh, ik heb geen idee, maar er zit een behoorlijk hoorbare ruis in deze NuForce Hanks. Ze zijn wel heel erg mooi gemaakt. En het leuke is: dit doosje is dus de opbergdoos voor de in en je kan ze er gewoon zo in leggen. En dat is wel tof, want je hebt allereerst heb je een oplader, want het is tevens een oplader. En je hebt een mooi afgewerkt opbergdoosje, waardoor ze niet stuk kunnen gaan. Dus daar heeft nu voor goed over nagedacht. Aan de andere kant, ze komen me ook wel een beetje bekend voor. Maar dat kan gewoon zijn omdat iedereen elkaar tegenwoordig nahaapt in de markt en dit soort accessoires een goed idee zijn. Want je hebt een oplader, er zit een accu in, dus je kan ze onderweg ook nog bijladen in dit doosje, omdat er ook een accu in zit. Um, is dit doosje leeg, kan je er gewoon een kabeltje in doen. USB-kabeltje. En dan kan hij ook laden met het doosje erbij. En dan laat hij ook meteen de in op. Um, over de stabiliteit van de verbinding, totaal geen klachten. We hebben lang gespeeld met onze Nexus 5X op deze. En ja, geen ja, Geen, geen accu's die snel leeg gaan. Dus het is, het is allemaal best wel goed technisch, is het goed voor elkaar. Maar dan komen we op het tweede ding. Uh, behalve dus dat de ruis hoorbaar is in die in-ears en ook bij rustige muziek is de ruis echt hoorbaar, is bellen met deze dingen naar mijn mening echt een drama. Het is niet dat het niet werkt, de microfoon werkt, je hoort ze goed, maar je hebt twee in-ears die heel goed afsluiten in je oor, dus je hebt het idee dat je met vingers in je oor aan het praten bent. Ik kan dat niet, want ik heb een soort enorme klankkast natuurlijk waar ik continu mezelf heel hard hoor. En de ander ook. Het is gewoon een gek idee. En het praat niet prettig met die dingen in je oor. Want je hoort jezelf zo, zo praten naar de andere kant. Voor wie is het bedoeld? Um, heel simpel: mensen die uh, een draadloze oplossing zoeken. Mensen die een smartphone hebben zonder hoofdtelefoon aansluiting. en het 150 euro waard vinden om dat te kunnen kopen. Is het de beste in-ear die we hebben gehoord? Nee. Totaal niet. Afgezien van de ruis klinkt het best wel goed. Maar het is gewoon gemiddeld. Het is natuurlijk nog een kinderschoen. Het is duur om te maken. Het is waarschijnlijk heel complex om te maken. Maar wil je de beste geluidskwaliteit? Dan kies je absoluut niet hiervoor. Wil je goed comfort? Wil je een, ja, een breed inzetbaar setje in hier zonder draad? Dan is het misschien wel een overweging waard. 150 euro blijft veel geld. Uh, in ieder geval voor deze kwaliteit. Nu is er niet heel veel concurrentie op dit vlak, natuurlijk, en is nu Forrest wel een van de eerste die in die markt springt. Dat vinden we een goede zaak. Ik weet alleen niet of we nou wild enthousiast worden van dit soort producten nog. nog. We bedanken je weer voor het kijken. Heb je nog niet geabonneerd op ons YouTube-kanaal? Beneden staat een abonneerknop. Dat vinden we hartstikke leuk als je dat doet. Vind je het een leuke video? Thumbs up. Vind je het geen leuke video? Thumbs down. Laat dan wel even weten waarom. Dan kunnen we er ook wat mee doen. Um, Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.